Naar deze video. Ik ben hier vandaag in Rotterdam, bij Theater Rotterdam, hier achter mij. En ik ben hier omdat Prinses Laurentien een aantal bijzondere prijzen gaat uitreiken aan een aantal taalhelden. Ik ga een verslag doen voor onze uitzending van komende zaterdag en voor Blauwbloed Online. Ik heb een interview met Prinses Laurentien samen met niemand minder dan Paul de Leeuw. Lekker licht, hè? We zijn hier nu aan het wachten in een kleine theaterzaal in Rotterdam. Samen met royalty-fotograaf Albert hier. En Shownieuws is erbij. En het is nu wachten op Prinses Laurentien en Paul de Leeuw om eerst het interview op te nemen. Ik vind het thuis. Ik ben ook erg thuis. Ja, dat begrijp ik. En dit is mijn debuut in Blauw Bloed. Dat wil ik even gezegd hebben. Dat vind ik fantastisch. We nog een boek van jullie twee samen verwachten? Nou. Nee, maar hartstikke leuk. Nee, ik denk het niet. Samen, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Kijk, dat zijn natuurlijk creatieve processen. Zeker. Maar, idee. Ik heb geen idee. Ja, nou, we gaan er eens over nadenken. We gaan er eens over nadenken, precies. Dat waren de interviews. En nu zijn we in de zaal aan het wachten waar straks het programma gaat beginnen, waar de prijzen worden uitgereikt. Ze willen mij eens even de camera aan het instellen. En dus nog even afwachten. Oh, dit is zo fijn. En we hebben ook een Blauw Bloed gedaan. Dat is ook alweer een top hoogtepunt van mijn carrière. Het is gewoon een perfect liefdesliedje wat u mee mag zingen als u zin hebt om te zingen. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Staat erop. Nu in de trein alvast wat monteren. En dan hoop ik dat ik vanavond gelijk een stukje op onze site kan plaatsen. Nou, ik heb de beelden gemonteerd en ik ga ze nu uploaden naar onze website toe. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ik heb je lief. Mijn hele leven lang.